En dit is wel heel slim van de Groningen supporters. Die denken, als wij nou als eerste dingen naar de hand van Arjen Robben en dit spandoek meenemen naar Venlo, misschien wil de 34-jarige routinier dan nog wel komen afbouwen bij ons. Arjen, volg je hart is het motto van deze ruim 300 meegereisde Groningen supporters aan Arjen Robben. Geen traditionele muziek in de koel, maar wel een lekkere opkomst zo hoor. Als je net de zon gaat schijnen, Helene zei het al. Het is een fantastisch weer ineens. Een wedstrijd natuurlijk die alle kanten op kan, bijna niet te voorspellen. Groningen heeft een soort van flow te pakken. En VVV eigenlijk juist niet, maar is thuis heel lastig te verslaan. Die moet echt van hele goede huizen komen. Oenestaal is een van de betere doelmannen van de Eredivisie. Koem is terug van zijn ziekte. Rutte is weer rechtsback. Lindhorst dus centraal op het middenveld. Van Ooyen is terug van zijn schorsing. Die doet dus ook weer mee. En Opoku, hij komt vandaag van links. Assisteert Mlapa net als J. Roy Grot dat doet. Memisevic is, omdat Sergio Pat dat niet meer is, de tweede aanvoerder. Nu Mike de Wierik is geschorst, schuift hij dus een linie terug. Staat hij voor de voormalig tweede aanvoerder. Of eigenlijk aanvoerder. Naast Chabot in het centrum van de Groningse defensie. Waar Tom van der Looy weer is vanaf het begin mag meedoen. En Mahi en Rustic de twee spitsen zijn in dus dit 4-4-2 systeem van Danny Buijs. Lengte genoeg. Memisevic. En nu geen buitenspel. Dus Mlapa schieten. Ruim voorlangs, maar toch een soort van eerste kans van de wedstrijd. Zeefuik, Doan. Dit zou verrassend kunnen worden. Doan, Reuseler blijft kijken. Oh, hij trekt het binnen dan met links. Korte hoek. Twee man die toch hartstikke serieus aan het opletten waren, gingen toch half het bos in hoor. Dit is waarom iedereen hem zo in de gaten houdt in de voetballerij. Mlapa. Memisevic. Reuseler. Memisevic weer. En Reuseler weer. Kan Memisevic nog een keer? Nee. Anders was het dan een heel leuk spelletje geweest. Zeefuik doet ook mee. Doan. Oeh, de bal blijft heel lang in de lucht. Jammer dat niet iedereen daaraan mee wil doen. Lindhorst zegt van ik vind het genoeg. Het publiek pikt het nou ook op. Alle kopballen. Daar gaan we weer. 1, 2. Nee, 2 is niet voldoende. Reuseler en Mahi. Heerlijk toch voetbalpubliek. Ik hou ervan. Warmer dan. Scherp. Scherp zeg. Alle moeite voor Chris Koen. Die gefeliciteerd wordt met deze schitterende save. Warmerdam heeft gekeken. Geeft eigenlijk buiten het bereik van de keeper voor. Koen kopt dan corner. Timo Svensušić goochelt zich erlangs. Rutte. Mlapa legt klaar. Susic no look. Opoku. Ah, dan is hij er nog. Rustic, handig. Over Mahi heen, maar Gözebüyük gaat geel trekken. Voor Chris Koen. Zijn tweede van het seizoen. Voor de kijkers rechts gaapt een groot gat in de goal. Rustic zoekt dat gat, maar ja. Veel te zachtjes. Pat. Thomas. Opoku. Draait weer weg. Geen buitenspel. Grot, is hij op tijd? Nee, Pat is op tijd. Zeer, zeer attente reactie van de doelman van FC Groningen. Oenerstaan. Grot.
doorzien door Handwerker. Mahi, 3 tegen 3. Links is ruimte. Hij gaat pingelen. Doan meenemen met rechts aanspelen. Ja, Rustic, tweede kans. Oh, Warmerdam. Dit had de 1-0 moeten zijn. Dit liep even lekker en dan denk je, oh, wat gaat Mahi doen? Hij doet het heel goed. Rustic, Warmerdam. Die laatste kans was toch het grootste, ja. En slechte voorzet. Op karakter, Opoku. Nog eens proberen dan. Achter de mannen. Koen. Chris Koen. En ook VVV heeft zijn hoekschop. Na ruim 18 minuten spelen. Eerste hoekschop VVV. Van Ooyen, stuiterballetje. Recht op pad af. Pad kiest Doan. Makkelijk verdedigd. Van Ooyen. Mlappa misschien. Mlappa misschien. Pad weer. Nu ook dus de kans voor VVV. De wedstrijd lijkt nu los. Wat een kans en wat een redding. Vragen perfect krijgen. En dan pad als een kat. Mahi. Krijgt hem nog bijna voor. En via Lindhorst verdient Groningen weer een hoekschop in minuut 33 van deze wedstrijd. Rustic Doan. Rustic. Zelf maar een keer. Rustic van richting veranderd. Oei, wat scheelt het. Als er één speler op het veld is die dicht bij het verdienen van een goal zou komen, dan is het hij. Promes. Achter Mlappa. Chabot. Lepeltje naar Doan. Zo, Promes. Oh, oh, oh. Dat gaat een kaart opleveren. Rood! Ja, ik snap dat. Het was een achterlijke actie. Dit was echt een karatentrap. Laag weliswaar. Kijk, ja. Ja, ja. Dat is... hoef je niet over te twijfelen. Daar hoeft Zeist ook niet nog naar te kijken. Dat is allemaal niet nodig. En hij gaat nu toch kijken. Hij herstelt het. Hoe is het mogelijk? Hij stelt het tot geel. Oh. Nou, dit maak je niet vaak mee hoor. Aanvoerdersband terug. 4 minuten verder en hij staat er weer. Wie heeft overzicht? Niemand. Ook niet Handwerker. Er zit gewoon geen structuur in deze wedstrijd. Het is toevalsvoetbal. Het is veel fouten. Het is slechte communicatie. En nu ook de supporters van VVV die zeggen, misschien moeten wij ook eens wat doen. Van Ooyen. Hoekschop VVV. Susic swingt in en Mlappa van de lijn. Hij kopte niet eens echt goed. Maar dit was wel weer een kans. Tweede paal staat weer Mlappa. Let op Mlappa, daar achterin. Kopt keurig naar beneden, maar hij raakt hem niet echt lekker. En dit is niet echt van de lijn halen. Maar hij moest daar wel staan, Reis. Anders had het nog fout afgelopen. Dit is natuurlijk een prima redding van Pat. Reuseler. Mlappa per ongeluk meegekregen met zijn gezicht vastgehouden. Mlappa weer pad. Opoku nog. Grot. Per ongeluk via de borst meegenomen. En er was weer een redding van pad. Noodzakelijk.
Poku Grot. J-Roy Grot. Ja, Mlappa. Van de linkerkant komt hij toch het beste tot zijn recht, die J-Roy Grot. Hier vecht hij zich terug in balbezit. Achterin Van Nooyen. Oh, weer pad. Kiept een wereldwedstrijd tot nu toe. Richting Mahi. Controle. Keurig. Maar hoe nu verder? Ja. Handwerker maar weer. Zeefuik. Heeft hem. Het kan gevaarlijk worden voor VVV. Maar Promes, wie anders? Ruimt hem weer op. Tweede lijn Van de Looi. Van richting veranderd. Uiteindelijk in de handen van Oederstaal. Oeh. Deze zijn inderdaad van een bedroevend niveau vandaag. Daar gaat hij, de geboren Venlonaar. Evert Lindhorst. Met kramp eraf. Damian van Brugge neemt zijn positie in. Dat deed hij voorheen ook al. Maar Lindhorst was nou juist zijn vervanger. Soucic pikt op en draait gelijk weg. Er is niemand om een combinatie mee te maken. Pad moet terug door de wind. Handwerker Rustic. Van Ooyen. Een keer raken Seuntjes. Soucic. Oh, wat scheelt het. Dit had zomaar 3 punten kunnen opleveren. Of liever gezegd 2. Als het 0-0 blijft. Hij heeft wel een punt. En dat bedoel ik. Op de ranglijst erbij. En staat dus voor het eerst niet meer op een degradatieplaats met zijn Groningen. De weg naar boven blijft ingezet dus. En VVV na 2 van die veegpartijen. Ook weer een puntje. Maurice Stijn oogt ook tevreden. De enige die absoluut ontevreden zullen zijn. Dat zijn de bezoekers van dit prachtige stadion.